Maar die 3 dagen intensieve instructeur die Belgica kan hopen experience riba training die cachoa bin train en team canino die police naar Aruba. Den su trabajo na Belgica eta encarga con más o menos 22 team die canine rond die Belgica. Awor eta na Aruba pasine duna diferente training na el departamento di canine pasine grupo sigue avanzado en area aquí. Na ex edificio di John F. Kennedy è tumo luga un training speciale per polizia di K9 e cacciona a hai un training per busca droga e esplosivo. Io le amo a Bin Aruba e non sti a vetare 3 dagen con nostro basic per trainamento, anto ja, a vorchi non sta facendo alcun offering na edificio nanco da Bashi, non sta simula persona nanco a bescone do edificio e to vado buscador di polizia. E a procedura non come se guarda tu ma per me che si usa di cacciò di polizia anche non sa se alcun training che è cacciò che noi per busca esplosivo e busca droga e se il signor Lemmo sta aiutando noi con noi e donando sua esperienza per noi possibile con il nostro bowl di turdia. A traha diferente scenario di action di caso non qua sosodè e quello por sosodè. Quei training aquí e team di K9 ta bon prepara pa tur action. In dat gebouw hier gaan we een huiszoeking ook doen, maar dan met verschillende mensen, met de honden, met de aanvalshonden, met de surveillancehonden, gelijk als jullie zeggen. En dan gaan we proberen eigenlijk een verdachte, die we maken het een heel scenariotje rond. We zeggen bijvoorbeeld een verdachte is gaan lopen en jullie moeten hem eruit halen zo veilig mogelijk. En ik observeer wat er goed gaat, wat er misgaat. Dat bespreken we dan achteraf en dan proberen we het gewoon de problemen op te lossen die er zijn. Maar tot nu toe heb ik nog niet veel problemen gezien hier. Dit is niet de eerste keer dat ik een seminarie doe. Ik heb al verschillende seminaries voor NAPWADA gedaan. NAPWADA is de North American Police Work Dog Association. Maar dit is de eerste keer dat ik op Aruba ben en het bevalt me heel, heel, heel goed. Aruba is ja, het paradijs. Segundo Derek, tras de tour de training, tem um meta. E se você tem amor para o trabalho, você tem visão para crescer. Mijn motto is train like you work and work like you train. Dus het heeft weinig nut van bijvoorbeeld op een vliegtuig gaan te trainen, want we staan hier vlakbij, als we nooit op het vliegtuig komen. Het heeft weinig nut om in camionnen gaan te trainen, in grote vrachtwagens gaan te trainen, als we nooit in vrachtwagens komen. Dus jullie doen wel hier, dus de K9 unit van de Aruba Police doet wel huiszoekingen, doet wel opzoekingen, dus daar trainen we naar. Dus we trainen gelijk we werken en we werken gelijk we trainen. Is het niveau van Aruba hoog? Eerlijk? Ja. Ze zitten heel goed. Ja, ja, hier en daar moeten we nog een paar kantjes afwijzen, maar natuurlijk heeft de warmte er ook iets mee te maken hier. Ik bedoel, in België een hond kan een zoeking doen voor een half uur. Met die warmte hier gaat dat een kwartiertje doen. Maar het niveau is heel hoog van de honden hier. Ik was aangenaam verrast. Pa ATV kanaal G5, Amita Farah Bukhout. A vendia rond di mondo ti incacciò del corpo poliziale e la vira un necessità e riba differente terreno. Ma saina mestre bisa con andata siendo un buon trabò. Ademas e cacciò non da planta rispetto in tuo aspetto. E cacciò non da entrenà pa nota mesora si ti incosna robes di un avvesindario e non da prepara pa reaccionà di biaja. Pa carnaval, sicuro lo mira presenza di unità canino pa orden pubblico. Stia sa che ti mestre.